hartelijk welkom op dit voor de Stichting Goed Wonen Liemde toch al gedenkwaardig moment. 2003, ik ga ver terug, begonnen wij met het initiatief om op lokaal niveau de partijen bij elkaar te roepen die gingen over wonen, welzijn en zorg. De zorggroep Elde, de Stichting Bol en wij als Stichting Goed Wonen. Dat heeft de nodige vruchten afgeworpen. Wij hebben in die samenspraak wat activiteiten met elkaar ontwikkeld. Dat hebben we gedaan. En toen we wisten dat de school van de ene kant van de Dorpsstraat naar de andere kant ging verhuizen, zagen we ook dat dit terrein vrij zou komen. En eigenlijk, wat ons betreft, paste in de gedachte om daar ook wat mee te doen in het belang van de volkshuisvesting in onze Liemse gemeenschap. We gaan zo meteen samen met Peter van der Wiel, onze wethouder, hier gaan we een bord onthullen waarop, als het goed is, verschillende partijen staan die meedoen aan de totstandkoming van dit complex. Ik wens die partijen die dat gaan doen alle succes toe, heel veel werkplezier toe en waar het ons vooral om gaat, zal het resultaat zijn. En ik ben ervan overtuigd dat ook dat resultaat goed komt. Daar hebben wij alle vertrouwen in. Zeker ook gelet op de steun die wij hier doorgaans mogen ondervinden van de organisatie van de Stichting Sint-Jozef. Ik ben ze daar dankbaar voor. Dat horen ze vaker van me. Maar dat wil ik hier ook nog eens gezegd hebben. Jan, ze gaf heel terecht aan dat we hier wel op een hele gevoelige plek midden in het centrum van Liemde zitten. En natuurlijk niet alleen maar een hele gevoelige plek, maar ook een heel markante plek. Want het is wel de plek waar ongeveer 100 jaar Liemse jongeren, heel veel generaties aan Liemse jongeren, naar school gegaan zijn. Vanaf 1925, kan ik me nog herinneren, vanuit een boek dat ik er een keer over geschreven heb. Ik denk ook dat je terecht memoreert dat het heel goed is dat uit gewoon een zorgvuldige aanbesteding, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk dat we dat zorgvuldig doen. Maar een Liemse ondernemer boven is komen drijven is de beste kandidaat om dit mooie plan hier te realiseren. En ook dat stemt ons gelukkig dat we dat zo voor elkaar krijgen. Hier horen oudere voorzieningen en horen jongere voorzieningen bij elkaar. Dat weerspiegelt de vitaliteit van het dorp. Jong en oud, naast elkaar, door elkaar leven. Nou, dat gaan we hier realiseren. Ik feliciteer in ieder geval Goed Wonen Liemde alvast bij voorbaat met een prachtig plan dat hier gerealiseerd gaat worden. En ik ben blij dat ik in ieder geval het ook bord mee mag onthullen. Aan het touwtje trekken, hè? Ja. Dat gaan we dus doen. Thank you.